kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit lekker in de auto zoals je ziet. En het is erg vroeg. Het is 7 uur 's ochtends. Ik zit nu in de auto naar Schiphol. Want ik ga deze week naar Londen. Samen met Musical Camp. Super veel zin in. En ik ga natuurlijk deze hele week vloggen. Dus ja, nu lekker onderweg naar Schiphol. Ik heb er helemaal zin in. Dus ik hoop jullie ook. Want jullie moeten natuurlijk naar deze vlog kijken nu. Hey. We zijn al door de intje. Door de intje. Nu zijn we 100 jaar aan het wachten op de security check. Nou, op alle andere 40 mensen. Ja, ja. Want we zijn met maar liefst 40 mensen. Dat is veel. Maar het komt helemaal goed. We gaan nu dus weer 100 jaar wachten en straks weer 100 jaar wachten en dan weer 100 jaar wachten. Ja, maar dan hebben we vrije tijd. Zitten we wel op de Dat weet ik nog niet. Dat heb je al gezien hoe druk het is daar. Ja, nou goed, dit was het weer. Doei. We zijn aangekomen. Jazeker, en we zijn aan het eten. Want dat ook. Ja, Londen. Gezellig. Kom, vertel gewoon even een verhaal. Oké, okay, nou, we zijn het. Kijk, dit is beter. We gaan een broodje gaan eten bij de Costa. Is dat wel lekker? Ja, zo, maar. Maar wat kost dat? Maar wat kost dat? Lasse, doe dat vooral nu. Oké. Okay. Een uur met de metro. Oké, okay, Gino. Lasse, Pamela, doe het nu. Oké, okay, bedankt. Denk ik, want daar staat het niet op het bord. Jawel. Hoi! Zo gaat dat hier, zo gaat dat hier. Aangezien niemand hier kan vloggen, doe ik het wel. Nee, wij kunnen wel. Ik wil ook wat proberen. Hallo. Nee, ik moet daar kijken. Nou oké, okay, maar dit is dus echt, het slaat helemaal nergens op. Oké, okay, dus, sorry. Ben ik nou gek of niet? Mamma Mia! Hey, Mamma Mia! Weet je wie de vader is? Nee. Papa Pia! Ah! We zijn bijna bij bestemming. Als we nog gewoon met z'n allen naar Mamma Mia gaan. Ja! Bij Mamma Mia! Ja. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik ben van tevoren denk ik, weet niet. Het is niet per se dat ik denk, niet per se mijn, nee precies, maar het is heel open-minded. Ja, het is wel heel leuk. Ik denk dat het heel leuk is. Ik denk dat het gezellig wordt. Ik denk dat het gezellig wordt. Het wordt leuk. Oké, ik ben benieuwd. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We hebben net ontbeten en gelukkig mochten we redelijk uitslapen vandaag. Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Gelukkig mochten we redelijk uitslapen vandaag. We hebben wel vanmiddag een dansworkshop. Oeh, het is hier echt heel lelijk licht wel. Sorry. We zijn nu aan het lopen naar de metro, denk ik. We gaan eerst naar Covent Garden. Dan hebben we straks een dansworkshop bij Pineapple Dance Studio. Van iemand van de cast van Aladdin. Dat is leuk, hebben we zin in. Ja, dan gaan we vanavond naar Dreamgirls. Oh ja, en we gaan vanavond naar Dreamgirls. Yes! They're on the do, ta ta ta. Oh, I'm in the mask.
dansworkshop gehad. Het was echt super leuk. Het is erg leerzaam wel weer. Ik kwam er wel weer echt achter dat mijn dance skills niet op de top zijn. Nee, maar het was wel erg leuk. En we zijn nu eigenlijk gewoon een beetje aan het rondlopen. Een beetje kijken, een beetje leuk, een beetje gezellig. En ja. Nou, waar zijn we nou weer beland, hè? Ja, ik weet het ook niet. Ja, we gingen dus naar Dreamgirls, maar... surprise! Mislukt! We gaan naar... dit. Oh ja, doe het even. Ja! Young Frankenstein! Oh ja, meneer. We zijn inmiddels alweer lekker op de hotelkamer. Oh nee, hostelkamer. Hotelkamer. In our dreams. In my dreams. Hotelkamer. We waren dus naar Young Frankenstein. En het was wel erg leuk. Nee, we hebben wel gelachen, hè, dames. We hebben wel gelachen. We hebben gepist in onze broek, hoor. We hebben gepist in onze broekjes. Gewoon lachen en gehuild. Het was echt heel goed wel. Het was echt een lach en een traan. Nee, is niet waar. Ja, maar een traan op een goede manier. Tranen van... van gieren. Van gieren. Wat ik gepist in mijn broek. Zo. Nou, dat is wel een goede omschrijving van de voorstelling. En nu gaan we lekker slapen, dus doei. Waar gaan we heen, Pamela? Covent Garden. En dan? Yes! To oh, wacht, dan moet ik zo... Dream Girls. We're going to Dream Girls. Dream Girls. Oh, leuk. Doei. Wat een drukte ook hier, jongens. Dit heb ik al verteld. Ik wou zeggen, oh, we gaan nu naar Dream Girls. Maar dat heb ik net nog in de metro verteld. Zeg je het toch nog een keer? Hey, hoi, nu doe ik het. Hey, wat fijn. Wij gaan nu naar Dream Girls. Zin in. Heel veel zin in. Lekker met family. Ik heb je gemist gisteren. Nou, we zaten bij Young Frankenstein. Want het is niet Frankenstein. Nee, Frankenstein. Zaten we dus echt gewoon 6 plekken van elkaar af. En iedere keer als het grappig was, gingen we echt over andere mensen heen. Ja, kijk, de grappen. Stuk. Ja, nee, dus het was niet leuk. Nee, het was heel jammer. Dus nu gaan we weer op elkaar zitten. Ja, zeker. Maya, dus ik heb laatst een neuscorrectie laten doen. Ik heb een lip laten spuiten. Zoals je ziet, ik ook een hele soort wenkbrauw en wimper extensions. En ik draag de lipgloss van Chanel. Ik heb opgestuurd gekregen. Ik ook. Kijk, prachtig blauw licht nu. Kijk, mooi effect. De highlighter popt eruit, schat. Kijk. Popt eruit. Wat gaan we doen? En het is over. Oh, hier komt hij. Yeah, Mathilde. Een feestje. Oh. Wat vonden we eigenlijk van Dreamgirls? Sorry. Even goed verzitten. Echt een goede theater kennen. Even heel erg eerlijk te zijn. Ik vind het verhaal niet heel mooi. Klopt. Ik ook niet. Het mannelijke ensemble. Niet zo goed. Ik ook niet. Ik deel deze mening even. Ik hoofdrolspelers als in, dan heb ik het over de Tina en de Effie White. Die vond ik echt B. Ik vond die andere een beetje te doen. Ik ook. Maar dat is een smaak dingetje. Maar die Effie White, die girl, die was fantastisch. Curtis, die zong een beetje van. Ja. Hij was wel een beetje knap. Nou, dat vond jij. Nou, het hoogtepuntje was dus eigenlijk Effie White. En toen en dat in de kleedkamer en de finale. Want voor de rest was het... Nee. Dus je wilde de finale voor de pauze. Ja. Dat was echt amazing. Voor de rest was het allemaal niet zo. Nee, maar... Nee, niet mijn ding. Maar... nu zijn we bij Mathilda. En dat is waarschijnlijk wel. Dat is helemaal mijn ding. En het gaat zo beginnen, dus doei. Hey, het is tijd om te slapen. Dat gaan we doen. Ja, dit is een slechtste afsluiting hier. Weet je wat het is? Eigenlijk moet ik nog even een Mathilda review geven, maar het is gewoon een beetje klaar deze avond. Mathilda is zeker mijn favoriet van deze week, tijdens King Kinkermoed zegt. Bij mij ook sowieso nu Mathilda. Of Young Frankenstein. Ja, die is al bij hoog. En daarna Mamma Mia en daarna Dreamgirls. Ja, en dat had ik niet verwacht dat ik dat ging zeggen. Ik dacht echt Mamma Mia onderaan, maar nee. Ja. We hebben vandaag dus echt... ziek slecht gegeten. Nou, ziek slecht gewoon. Ik zal even het rijtje opnoemen. Het ontbijt was prima. Gewoon broodjes en yoghurt heb ik gegeten. Toen gingen we lunchen. Toen hebben we een pastaatje gekocht bij de Pret à Manger.
En toen heb ik ook nog een broodje avocado met kip gekocht. Nou, dat is niet zo heel erg slecht, maar goed, hè. Dus heb ik die pasta gegeten. Toen heb ik in de pauze van Dreamgirls mijn broodje avocado opgegeten. Toen was Dreamgirls afgelopen. Toen moesten we avond eten. Toen hebben we een halve pizza gegeten. Toen hadden we een halve pizza gegeten. Toen hebben we ijs gehaald bij de McDonald's. Toen gingen we naar Matilda. En toen gingen we daarna nog even naar Five Guys om nog even een burgertje te poppen. En een milkshake. En een milkshake voor Soraya. Dus als jullie misschien denken van Pam, ben je misschien toevallig aangekomen? Ja, dat klopt. Je moet betalen. Deze kijken. Oh. Goedemorgen. We gaan vandaag de toerist uithangen. Hoi. We gaan de toerist uithangen. Zin in. Heel veel zin in. Ik zie ook mezelf gewoon niet in die bril. Nee, ik zie echt geen zak. Ik weet eigenlijk echt niet wat ik ook aan het doen ben. Raya, where are we? Well, we are at Buckingham Palace. Buckingham Palace. Where the queen lives, you know. Where the queen lives. Okay, I'm gonna show you. This is my new life, oh. I want to live here. It's my palace. It's my palace. Elizabeth, what are you doing here? Wow. Well, is it Buckingham Palace? She's home, by the way. Vlag hangt uit. Wat leuk dit. Het is echt mooi weer. Oké, go. Go. Het is net nep. Ik maak echt geen grap. Net nep. Geweldig dit. Ik ben in een film. Ja. Moed. Ik heb honger. Oh, ik ook. Kapot veel honger. We gaan naar de Tower Bridge hebben gehoord. We staan nu boven op de Sky Garden in Londen. Ik wist niet dat dit bestond, überhaupt. Maar het is wel heel leuk. En je hebt dus gewoon uitzicht over heel Londen. Het is mooi en dat is genieten. Maar het is ook zeg maar, het is zo hoog dat het net lijkt alsof het niet echt is. Ja. Ja. Dat had ik ook heel erg in New York toen ik daar was. Ja, het is gewoon zeg maar zo. Hoe noem je dat? Surreal? Ja. Maar wel cool. Ik schrik een beetje, Ben. Snap ik. Ik schrik altijd een beetje van jou. Maar nu kijk ik in de zon, dus ik heb er van die pijngeknepen Chinese ogen. Ik vind het ook mooi, maar. Ja, en dat licht? Super tof eigenlijk. Ja, eigenlijk ook wel. Echt mooi. Lekker weertje. Het licht is niet heel goed, heb ik net gehoord, maar. Nou wel. Edwin, where are we? We are in London, baby. What's that? I think that might be the Lee Tower Bridge. Oh my god, no way. Pretty. Goedenavond. We zijn deze avond naar Kinky Boots geweest. En het was echt super leuk. Tenminste, ik vond het echt een hele leuke show. Ik weet ook wel dat er een paar mensen wat minder vonden. Maar ik vond hem echt heel goed. Dus dat was leuk. En nu zijn we onze koffers aan het inpakken. Want we gaan morgen weer naar huis. Hey, hallo. Ja, maar ook alweer lekker. Tenminste, vind ik. Ik vind het wel weer lekker om even lekker naar huis te gaan. Netflix. Ik vind het ook heel lekker. Dus, dat. Ik ben dus nu op het station King's Cross en hier heb je dus de platform 934 van Harry Potter, maar ook een winkel erbij. Dat is echt super leuk. In ieder geval was het echt heel leuk. Het is echt een heel leuk winkel. Dus als je hier bent, ga er even heen. Ik zou niet in de rij gaan staan voor die foto met het karretje, maar de winkel is wel echt heel leuk. Ja, kom maar even. Oké.
camera. Oh ja, bedankt, bedankt. Nou, de vlogskills zijn dit weekend een beetje slecht geweest. Maar ik ben, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien, terug in Nederland. En ik heb het zo leuk gehad in Londen. Echt niet normaal. We hebben echt... Ik weet niet, ik heb geen idee hoe de vlog gaat worden. Maar het was zo intens leuk. Ik heb er echt zo erg van genoten. Alle shows die we hebben gezien waren echt amazing. Even voor duidelijkheid. We hebben dus Matilda, Dreamgirls, Kinky Boots, Young Frankenstein en Mamma Mia gezien. Ze waren allebei allemaal echt... Heel anders, maar allemaal hadden ze wel iets leuks. Vooral Matilda en Young Frankenstein, die waren echt amazing. Matilda was al de tweede keer dat ik hem zag, maar hij blijft gewoon heel tof. En ja, gewoon echt genoten. Gisteren was bevrijdingsdag, heb ik niet heel veel gevlogd en vooral niet gepraat tegen jullie. Maar ben nog naar Amsterdam geweest en in de avond nog naar bevrijdingsfestijn in Zaandam. Daar ging mijn vader optreden, dus dat was leuk. En vandaag is het heel mooi weer, of tenminste eigenlijk de hele week, deze week. En we gaan zo meteen gewoon eventjes hier in de buurt lekker liggen en gewoon lekker zonnen en genieten van de zon. En daar heb ik zin in. Ik laat de camera even thuis, want ik ben een beetje bang dat er anders zand in komt. En het is nog steeds de kamer van Sabrina. Dus ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten, dus dat doe ik bij deze even. Voor als jullie denken dat ik naakt ben, nee, ik heb een bikini aan, maar... Goed, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken naar mijn tripje naar Londen. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!